De titel van mijn column is Mus. De P van de A zit in Nijmegen nog maar met drie zetels in de raad. Nog niet zo lang geleden zat de partij stevig in het college. Those were the days. Je zou dan toch flink wat sociaal-democratisch oppositievuurwerk mogen verwachten om het verloren gegaane terrein terug te winnen. Ik zie of hoor er niks van. Sterker nog, Afgelopen week las ik met stijgende verbazing op de site van de gemeente een brief van het college aan de Nijmeegse P van de A met als titel Huismus onder de pannen. Ik wist niet wat ik zag. Luister en huiver. Raadslid Charlotte Brand schreef namens de P van de A een brief aan het college waarin ze zich zorgen maakte over het lot van de huismus. En ze vroeg zeer serieus of het college bereid was om bij alle vooroorlogse woningen in Nijmegen drie tot vijf dakpannen voor huismussen ter beschikking te stellen. Waarom alleen bij vooroorlogse woningen stond er niet bij? Wellicht dat Charlotte ervan uitgaat dat een mus liever in Oost- of de Hazekamp woont dan in Dukenburg of de Waalsprong. Ik heb me nooit zo verdiept in de zielenroerselen van een mus. Charlotte blijkbaar wel. Het college vindt het echter een beetje te veel van het goede. Vijfduizend vooroorlogse huizen met vijf dakpannen aan 80 euro is 2 miljoen euro, al dus de rekensom van het college. Ze zijn Sinterklaas niet. Alsof het college voelde aankomen dat NEC uitgerekend deze week ook nog zou aankloppen voor een flinke korting op de aankoop van het Goffertstadion. Het houdt een keer op. De PvdA wil ook dat er met corporaties wordt overlegd om bij renovatie en nieuwbouwplannen rekening te houden met de bus. Men denkt dat de corporaties al zorgen genoeg hebben om rekening te houden met de huurders voor betaalbare huren, gastloos bouwen en andere duurzaamheidsmaatregelen. De mus vindt zijn of haar weg wel, gezien de fantastische passage in het antwoord van het college dat de mus liever in een heg of een struik zit dan in een dakpan. En Bruls moet zo'n brief ondertekenen. Die moet af en toe, toe toch ook wel eens denken in welk rariteit kabinet hij terecht is gekomen. Voor een beetje P van de A-stemmer is zoiets toch om je dood te generen. In het beginselmanifest op 29 januari 2005 vastgesteld door het partijcongres staat toch niks over de mus. Nou dan dit is toch een reden om meteen de lidmaatschapskaart in te leveren en te stoppen met de contributie? Op 27 mei jongstleden schreef ik in mijn column dat de burgemeester van Beuningen zich zorgen maakte over het feit dat raadsleden te veel neuzelen. Ik gaf haar groot gelijk. Desondanks schreef de Nijmeegse P van A op 10 juni de brief over de mus aan het college. Wederom een bewijs van de stelling dat de invloed van een columnist zeer beperkt is. Als ik bruls was geweest, had ik per kerende post geantwoord: zit niet te mutsen over mussen.